Hallo, mijn naam is Patrick Allen. Ik doe mee aan Perspectief Got Talent als stand-up comedian. Ik ben 29 jaar. Mijn belangrijkste levensles is om van elk moment te genieten en vooral in het moment te leven. Eng, hè, die stilte. Voor mij helemaal, want ik hou eigenlijk zelden mijn mond. Ik was laat met praten. En toen ik eenmaal begon met praten, hield het niet meer op. Laat ik zeggen, ze waren blij als ik even 5 minuten mijn bek hield. Dat is niet herkenbaar natuurlijk. Ik ben geboren op Curaçao. En ik ben echt een buitenbeentje in allerlei opzichten. Dat was al duidelijk voor mijn geboorte. Ik weet nog, mijn moeder die vertelde het vaak. De artsen zeggen van, mevrouw, uw zoon dat... dat heeft allerlei problemen. Hoe heet het? Hoe noem je dat ook weer? Zo'n waterhoofd heeft hij. En allerlei van dat soort dingen. Je kan het nog laten wegzuigen, want je hebt alleen maar problemen hieraan. En nou, dat hebben ze niet gedaan, gelukkig. Anders had ik hier natuurlijk niet gestaan. Inderdaad, ik ben op Curaçao geboren. En ja, dat is niet zo heel goed te zien of niet zo heel belangrijk. Dat is op twee momenten belangrijk. Eerst is als ik mijn identiteitsbewijs laat zien, dan zie je dat. En als ik mijn broek laat zakken. Nou, daar krijg ik nooit applaus voor normaal als ik dat doe. Maar... Je begrijpt, als ik bij een agent sta, dan moet ik niet twijfelen, niet de verkeerde laten zien. Dan nemen ze me mee. Maar ja, ik ben ook een buitenbeentje geweest op school, helaas. Ik werd daar gepest. Ja, dat was heel vervelend. Het was zelfs zo, ik werd gepest door de sukkeltjes. Ik werd niet gepest door de stoere mensen. Ik werd gepest door... de sukkeltjes. Ik had wel een belangrijke functie daarmee. Ik was namelijk het, ik was een pispaaltje van de pispaaltjes. Dat is leuk. Ja. Buitenbeentje, waar nog meer? Liefde, ook een buitenbeentje. Een beetje een thema bij mij. Ik ben overal een buitenbeentje. In de liefde was ik ook een buitenbeentje. Ik weet nog, ik had een keer een date met een meisje. Jaartje of 14 waren we. En we hadden afgesproken in Laplace. Dat ene failliete restaurant, weet je wel. Roosendaal. En we hadden daar afgesproken. En zij zat daar maar over zichzelf te lullen. Ik wist dat, vrouwen die lullen graag over zichzelf. Dus dat herkende ik wel. Maar ik voelde toch een beetje nattigheid. Niet waar je dat zo hoort te voelen. Maar ja, het was... En inderdaad, lang verhaal kort. Het was een meisje van school. Ze had zich vermomd. En ze probeerde me in de zeik te nemen. Ze wilde me een hak zetten. Dan kon ze erom lachen met haar vriendinnen. Ja, daar kon ik ook niet zo om lachen. Maar goed. Ja, vrouwen, ik begrijp ze niet. Nog iets waar ik een buitenbeentje ben. Wie begrijpt ze wel? Oh, nou, ga ik met jou praten straks. Nee, ik begrijp ze niet. Het is net alsof ze altijd de regels willen veranderen. Dan, of dat ze bij elkaar gaan zitten en dan van... Jongens, we moeten de regels veranderen, want die mannen die krijgen ons door. Moeten we niet hebben. Moeten we niet hebben, toch, mevrouw? Nee. Ja... De ene keer moet je weer macho zijn, de andere keer moet je weer zacht zijn, dan moet je weer vrolijk zijn en altijd blij zijn om het te zien. Ik noem dat een hond. Met het verschil dat zij wel aan het kruis mogen snuffelen. En wij mogen al blij zijn als die riem even los mag. Ik weet niet of dat getrouwde mannen zijn die nu aan het applaudisseren zijn. U herkent dat? Oké. Ik heb wel een keer een rollenspel gespeeld met een meisje.
Hoe heet het? Zij speelde dan dat ze mijn vriendin was en dat ze van me hield. Ik speelde dat ik goed was in bed. Veel mensen noemen dat een... ik noem dat een pleziertje. Anderen noemen dat een huwelijk. Maar ik was wel... één ding was ik wel een expert in. En dat zijn kortstondige relaties. Toch wel. Gemiddeld zo'n 2-3 kwartier. Het liep elke keer stuk om het geld. Ik weet niet wat het is. En nu ben ik bij Perspectief. En het voelt een beetje als een soort familie bij Perspectief. Waarbij de mannelijke begeleiders, dat zijn een beetje die grote broer. Die alles beter weet, zogenaamd. Ja, die krijg ik straks te horen hoor. En de vrouwelijke begeleidsters, dat zijn een beetje dat lieve, leuke nichtje in je familie. Je mag er naar kijken, maar verder niks. Dames en heren, mijn tijd zit erop. Jullie waren een geweldig publiek. Mochten jullie nou... Ik wilde eigenlijk nog zeggen, mocht u nou een staande ovatie geven, wat ik kan begrijpen natuurlijk, dan doet u dat natuurlijk ook een beetje voor mijn ouders. Dank u wel. Nou, dat krijgt hij hoor. Kijk eens. Supergoed man, Patrick. Kikken, hè? Want, dit is kikken om te doen, hoor. Hoe vaak heb je dit al gedaan? Dit was de eerste keer. Echt, hè? En weet je, Patrick, ik kan me zo voorstellen dat het ook zo spannend is. Omdat het heel iets anders is dan achter een muziek of in een band, weet je, of met een groepje. Je staat helemaal alleen in de spotlights. Ja. Hoe ging je om met de zenuwen? Ja, nou, we zijn hier maanden mee bezig geweest met dit te oefenen, zeg maar. En wel een mooie ervaring. Ik heb meer respect gekregen voor het vak cabaretier en stand-up. Er komt echt heel veel bij kijken. En wat het vooral is, zeg maar, je schrijft zo'n stuk. En na 2 keer ken je je eigen grap wel, weet je wel. En dan is het toch wel fijn als mensen er nog om lachen, zeg maar. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen... Het engste moment is natuurlijk wachten op die eerste goede grap die valt. En daarna kan je door. Het viel me op, Patrick. Ik stond in de coulissen. Het publiek ging helemaal vooral los toen je het had over dat je uit Curaçao komt... en je het alleen kan laten zien door je boek naar beneden te doen. Ja, ja, ja. Ja, lagen ze ineens helemaal in de deuk. Ja, zij ook meestal. Maar... Dames en heren, geef een oud dame applaus, Patrick.